Het is heel spannend hoor. Het is echt wel, nu was het wel zenuwslopend hoor. De zenuwen gieren de campinghouders door de keel op de vakantiebeurs in Utrecht voordat de uitslag van de verkiezing bekend wordt gemaakt. Vier campings bleven uiteindelijk over van de 800 die getest werden door 1400 kamperende kinderen. Nou, het allerbelangrijkste. Of er veel leuke dingen zijn voor kinderen. Of het leuk was voor kinderen en schoon in de toiletten was. Of er zwembaden en kinderactiviteiten en speeltuins waren. En ook op het zwembad wel heel goed en schoon en groot is, anders is het gewoon niet leuk. Kijk, dat is dus wat kinderen willen als ze op vakantie gaan. En Camping de Kleine Wolf heeft ook nog eens een groot animatieteam. Camping! We zijn heel erg blij. Het was zo spannend omdat de kinderen het gedaan hebben. Maakt het voor u dan echt nog uit wat een kind van een camping vindt? Ja, dat is het belangrijkste. Je kunt wel een goed cijfer hebben en daar gaan ouders wel op af. Maar als de kinderen het niet leuk hebben, dan zeggen ze papa, mama, hier wil ik niet meer naartoe. We doen altijd ons best en altijd het vakantiegevoel te geven voor iedereen. De ANWB heeft de verkiezing georganiseerd, maar die hebben toch al inspecteurs die campings keuren? Is het niet gewoon ook een beetje een publiciteitsstunt van de ANWB? Nou, zo is het niet bedoeld. Zo is het niet bedoeld. Het is eigenlijk, wij vonden het heel erg leuk dat kinderen nou eens een keertje hun mening mochten geven. Als kinderen zeggen van dit is een goede camping, nou, dan kun je er als ouder heel makkelijk voor kiezen. Dan weet je gewoon wel dat dat goed zit met die camping. We gingen tussendoor naar een camping. Daar was een hele oude camping, daar gaan we niet meer naartoe. Die was niet leuk voor kinderen? Nee. Gaan jullie volgend jaar naar de Kleine Wolf, de beste camping? Nou, als mijn moeder dat goed vindt, dan ja.